Hallo, leuk dat je kijkt naar alweer de laatste aflevering van het Cultuurkwartiertje. Het online meemaakjournaal van de Nieuwe Regentes. Ik ben Daan van Dussen. In deze uitzending brengen we een bezoek aan wethouder van cultuur, die ook stadsdeelwethouder van Zegbroek is, Robert van Asten. Wat leuk dat je er bent. Kom binnen. Ik woon nu, hoe lang al, in Den Haag? Ja, of 16? En eigenlijk vanaf het moment dat ik hier ben komen wonen. Ja, dan ben je in een grote stad. En dan een van de dingen die het leven in een grote stad zo leuk maakt, is dat er op zoveel verschillende manieren je kan genieten van cultuur. En dat ik je heel veel laat zien. Dus vanaf de kleinste theatertjes tot voorstellingen in de open lucht. Dit draagt allemaal bij aan het gevoel van gemeenschap dat je hebt als je in een stad woont. Sowieso vind ik dat leuk. Als je ergens een beetje in Den Haag aan het rondlopen bent, dan heb je op heel veel plekken heb je wel ergens een museum of ergens een galerie waar je naar binnen kan. Het is altijd leuk om gewoon dat als onderdeel van je wandeling te maken. Toch even naar binnen te lopen en te zien wat er dan weer hangt. Daar zit Zegbroek vol van plekjes dat je net niet verwacht. En dan plotseling is daar iets. Dan wel van kunst, dan wel een hele mooie binnentuin. In Zegbroek heb je het allemaal. Ik heb het nu, deze baan is eigenlijk waanzinnig druk. Dus dan is er niet heel veel tijd meer over om op een geregeld tijdstip iets te kunnen doen. Toen zat ik nog in de gemeenteraad, ben ik op een gegeven moment theaterlessen gaan volgen. Gewoon simpelweg, dan had ik gewoon elke woensdagavond had ik gewoon een moment waar je even helemaal los kon komen. Ik vond het geweldig. Ik zou het zo weer willen doen. Ik vond dat ontzettend leuk. Maar het leuke is, ik heb ook bij de Nieuwe Regentes ook meegedaan aan een voorstelling. Ik had één klein mini-rolletje hoor. Ik moest echt serieus met een koffertje op weg. Ik speelde dan de zakenman op weg naar het strand. En dan liep ik gewoon één stukje voor een hele voorstelling die ze gemaakt hadden. Fantastisch leuke voorstelling, ook echt met de hele buurt gemaakt. En ik wilde ze ook een piepklein rolletje hebben. Je leert ook wel door juist op het podium te staan hoe je je stem moet gebruiken, hoe je moet presenteren. Ik denk, als je een boodschap hebt, moet je ook ervoor durven staan en dus het podium durven pakken. Theater en politiek is in dat opzicht gelijk. Dus ja, soms is het ook wel iets te veel theater. Of de cultuur het gaat redden. Ik denk het wel, cultuur is heel, heel sterk. Maar we zullen dan echt weer steunpakketten nodig hebben, ook van de landelijke overheid. Ja, qua werk is het eigenlijk alleen maar drukker geworden. Want eigenlijk gaat het gewone werk door, plus alles wat je daarop nog krijgt van corona. Het is ook steeds meer kantoorwerk geworden, want ja, op het stadhuis werken we tegenwoordig allemaal thuis. Dus dat is wel jammer. Mijn man en ik hebben dus allebei een kamer waarin we kunnen werken. Dus dat we elkaar niet zitten te irriteren, omdat we dezelfde ruimte moeten gebruiken. Ik speel geen instrument en ik heb niet een zangstem. Maar ik heb dus nu eindelijk een tuin. En dat vind ik echt fantastisch om daar dan mee bezig te zijn. Om, Een beetje aan te modderen en lekker met aarde in de weer aan het zijn. Ja. Als dadelijk corona voorbij is en de deuren zijn dadelijk weer opengezwaaid, het liefste zou ik dan echt gewoon een week vakantie nemen om dan overal weer binnen te gaan lopen. Hè. Bij elk museum, podium dat we afgelopen anderhalf jaar zo gemist hebben. Leuk dat je er was. Tot volgende keer. Tot ziens. Dit was de laatste aflevering van het Cultuurkwartiertje. Bedankt voor het kijken en we zien je graag binnenkort weer in ons theater.